We gaan vandaag naar Masters of Hardcore. En Fans Worst is er, dat vinden we leuk. En de bok, niks mis meer, maatje. Wachten op de rest. Is niks mis meer, maatje. Helemaal zeker niet mis, nee. Helemaal niet, ja. Ik ben vandaag one of the guys. Wat leuk! We are the voice of the outlaws. We will take back what you stole. We are the new generation. And we will put in your soul. Thank you.
Was heel gezellig. Ik heb een hele gezellige en vette avond gehad. Jammer dat Imara er helaas niet bij was. Maar die is de volgende keer er zeker bij op Rebirth. We waren er rond 12 uur geloof ik. Ja, half 12, 12 uur zoiets. Konden wel makkelijk doorrijden, dus dat was wel heel chill. En ik heb best wel vette beelden ook kunnen schieten. Ook vanaf het VIP-dekkenpaar.
Mijn favoriete artiesten waren, zoals je waarschijnlijk ook al zien, Avital. Hij had ook de anthem gemaakt van dit jaar. En zijn opkomst was zo fucking vet. Eerst met allemaal vuur en toen allemaal vuurwerk en fucking vette lasers. En iedereen was ook echt gewoon naar het podium aan het kijken van... iedereen dacht dat hij daar gewoon zou komen. En toen bleek dat hij uit een van die ringen... voor bij het plafond eruit kwam. Ja, het was echt super vet gedaan. Echt een hele vette show. Daarna hebben we best wel veel rondjes gelopen. We zijn eigenlijk bij iedere stage wel eventjes geweest. Bij de Rauw zijn we bij Radical geweest. En bij de Frenchcore stage moest Fant Four Stick. Dus dat was ook super vet. Die hadden we op Dominator al gezien. En ja, nu waren ze er weer. Dus dat was wel echt heel gaaf. Nosferatu had zijn comeback. Dus daar zijn we ook bij geweest, dus stonden we vooraan en was ook echt een feestje. Het draaide ook super goed, dus dat was ook wel leuk. En toen sloten we af met Deadly Guns en Sepha. Deadly Guns ook super vet, maar ja, die vind ik altijd super leuk. Ja, dat waren echt wel mijn favorieten. Sepha hebben we nog heel eventjes meegepakt en toen zijn we naar huis gegaan. Oh ja, nog één ding. Er werd pepperspray gespoten weer. Dit is serieus al de vierde keer dit seizoen dat we indoor feestjes hebben. Dus ja, dat is echt heel triest en heel jammer dat het telkens gebeurt. En ja, dat was denk ik wel echt even een minpuntje. Want dan is de sfeer ook helemaal weg. Mensen zijn echt ook geschrokken en zo. En ja, om dan weer helemaal die sfeer terug te krijgen, dat is best wel lastig. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Over 2 weken gaan Imara en ik jou meenemen naar Rebirth, de zaterdag. Tot over 2 weken op de aftervlog. In de tussentijd kan je ons ook volgen op Instagram, de aftervlog. En ja, daar posten we tussendoor gewoon lekker filmpjes en foto's op en updates. Dus, see you over there. Doei!